Over het algemeen is Maarten Spanjer een open boek, maar naar nu blijkt vertelt hij ook weer niet alles. Bij monden van mensen die Maarten goed kennen, kwamen onlangs verrassende verhalen naar buiten. Over zijn telefoontje met een SAA-ster vlak voor diens dood. Maar ook over de internationale tv-hit die hij afwees. Schrijver en eeuwige kwijongen Maarten Spanjer, 67, maakt er geen geheim van dat sommige van zijn anekdotes met een flinke korrel zout moeten worden genomen. Sterker nog, Maarten zegt zelf dat het waarheidsgehalte van zijn avonturen zo'n 80% is. Maar dat geldt niet voor een verhaal over Maarten en de vorig jaar overleden SAA-legende Manfred de Graaf, die in de komedie schitterde als dokter Hans Landsberg. Maarten blijkt namelijk een bijzonder gesprek met Manfred te hebben gehad, slechts enkele momenten voor diens overlijden. Dit vertelt Rijk de Gooier junior, de zoon van Maartens overleden hartsvriend Rijk de Gooier, in het tv-programma Door Andere Ogen. Op een gegeven moment werd Maarten gebeld door de vrouw van Manfred de Graaf. Het was heel slecht nieuws, Maarten, Manfred heeft nog maar heel, maar dan ook heel kort te leven. Sterker nog, de dokter komt zo binnen want hij wil niet meer verder. Maar hij wil nog wel even lachen. Maarten was een beetje overvallen maar deed het en vertelde een aantal verhalen die hij met mijn vader heeft meegemaakt. Manfred heeft toen nog even lekker gelachen. Op een gegeven moment zei hij, Maarten, ik moet nu het telefoongesprek beëindigen want de dokter komt binnen. Dankjewel voor het laatste moment dat je me hebt gegeven, het gaat je goed. Een onwerkelijk gesprek voor Maarten, waar de acteur en schrijver nooit eerder over vertelde. Net zo min als over een kapitale vergissing die hij in zijn tv-carrière maakte.